Dit is tot 6 uur vanavond Abdu 6, de special edition. Met livebeelden van de virtuele beklimmingen, interviews van deelnemers, livebeelden vanuit de radiostudio en beelden van voorgaande edities van Alpe d'Huez. Ja, en we gaan naar Nico, want die heeft inmiddels een plaatsje gevonden weer in de tent bij de fietsers. En hij heeft iemand weer bij zich. Hij loopt nu een andere kant op. Van nou, dan hebben we misschien net wat meer ruimte. Ja. Nico, ga je gang. Ja, inderdaad. Ja, het is een beetje een wat krappe bedoeling hier. Vooral om anderhalve meter weg te blijven natuurlijk. Vooral van Peter, die zit te zweten hier als een otter. Maar dat is goed, want het is goed sportief. Want hij is 7 kilo afgevallen, of misschien meer. Maar dan horen we strakjes wel. Hoe zit het met jou, Cortelão? Ja, strak in het pak, zeg maar. Ik ben goed getraind. Ik was al goed voorbereid, maar ondanks de corona ben ik toch regelmatig aan het fietsen, schilderen, hardlopen. Ja. Goed in shape. Jij bent in principe een loper. Ja. Ja. Maar nu niet meer. Je gaat ook fietsen. Ik ga lopen en fietsen was het plan. Dus ik heb op fietsgebied ook diverse trainingen afgewerkt. Ja. In het begin was dat best wennen, zolang op zo'n zaal wil zitten. Dus dat ik regelmatig een blikken kont heb. Maar het begint nou te wennen. Okay. Je wil fietsen en lopen de berg op, althans in 2021. Ja, dat is plan. Twee keer lopen sowieso, dat was plan. En dan 4 keer fietsen. We hebben het over lopen, maar jij wil dan rennen. Rennen de berg op, ja precies. Heb je dat al een keertje eerder gedaan of zoiets? Ja, ik heb de Mozart 100 gelopen. Dat is in Oostenrijk dan. Ik heb de Zugspitze in Duitsland gelopen, maar dat zijn 100 kilometer lopen. En dan kom je dus ook heel wat hoogtemetertjes tegen. Ja. Maar dat ging me goed af. Dus dat fietsen is pittiger, denk ik, voor mij. Want je bent dit jaar pas begonnen met fietsen. Ja, ik fiets wel eens wat. Een beetje triathlons heb ik gedaan vroeger in Amstel. Dus ik heb wel wat fietservaring, maar niet heel veel. Dat ik zeg van, nou, in zulke afstanden, zeg maar. En dan zeker die berg op, dat is ook een andere koek. Ja. Nu een beetje tegenvallen natuurlijk, dat het dit jaar niet doorgaat. Maar wel weer zin in om gewoon 2021 ervoor in te zetten. 2021 gaan we er weer vol voor. Ja, nu is helaas zo. Ik ben blij dat we dit nog kunnen doen. Ja. Dat er toch nog iets mee kunnen doen naar de mensen toe, naar de sponsors toe. Dat je toch nog zo'n dag zo kan beleven. Ja. En dan volgend jaar gaan we weer met dezelfde leuke groep gaan we er weer voor. Want Team Krimpaard is gewoon een gezellige groep. Ja, het zijn topmensen allemaal. Dat is enthousiast met alles, met organiseren van diensten, helpen elkaar. Het is één grote vriendenclub. Het is geweldig. Wat is jouw taak vandaag? Ga je nog fietsen of wat heb je in gedacht? Ja, planning is daar. Ik inderdaad vol meega dadelijk. Met de diverse etappes die we op de planning hebben staan. Dus veel succes, man. Ja, dankjewel. Dit is tot 6 uur vanavond Alpe d'Huez, de special edition. Met livebeelden van de virtuele beklimmingen, interviews van deelnemers, livebeelden vanuit de radiostudio en beelden van voorgaande edities van Alpe d'Huez.